Hoi allemaal, ik ben Anna van Astro Lady Tarot en vandaag doe ik weer een kiezenkaart reading. Deze keer voor de maand november met mijn Wildwood Tarot. Volgens mij heb ik dit deck nog nooit gebruikt voor een kiezenkaart reading. En dat was ook mijn idee voor deze editie, voor deze keer. Dat ik een deck zou gebruiken die jullie nog niet hebben gezien van mij. Dit is een heel erg groen soort van pagan deck met heel erg gebaseerd op de natuur, het wilde woud. Je hebt deze versie ook in het Nederlands, of had je? Ik heb hem in ieder geval toen die uitkwam, meteen in het Engels gekocht. En ik vind het een heel fijn deck, vooral voor de herfstmaanden, voor de wintermaanden, voor de koudere, donkere maanden eigenlijk. Dat trekt mij wel voor dit deck. Ook al zijn alle seizoenen terug te vinden in dit deck. Ja, het is vooral een herfst- en winterdeck voor mij. Kies- en kaartreadings. De meeste van jullie zijn er op dit punt al wel bekend mee. Bij mij gaat het zo. Het is niet per se een toekomstvoorspelling. Het is eerder een positief focuspunt. Dus dan hoor je iets, dan krijg je informatie voor de maand november. En dan kun je daar vervolgens zelf iets mee doen. Zelf een beetje richting aangeven, zeg maar. Dus, ontspan. Adem een paar keer diep in en uit. En dan kies ik de eerste kaart, de tweede kaart en de derde kaart. Die kan jij dan uitkiezen, degene die je het meeste, hoe zeg je dat, voelt op het moment? Of aanspreekt door het scherm heen? Gewoonlijk doe ik op de zaterdag tarot readings in de winkel in Ananda in Haarlem of Utrecht. De laatste tijd in Haarlem. En dat vind ik zo leuk om te doen, maar ze zijn helaas gecanceld voor de komende tijd nog wel. Gewoon omdat het dan al te snel te druk wordt in de winkel, weet je wel. Dan kunnen er amper nog mensen bij. Dus dat begrijp ik wel. Alle evenementen op de Ananda Facebookpage en hun website zijn verplaatst naar online. Die van mij dus ook. Nou ja, de data staan nog steeds op de zaterdagen voor mij. Maar ja, het kan wel vaker eigenlijk door de week. Want dit zou dan via Skype gaan of Zoom of FaceTime of Google Hangouts. Misschien heb je nog zoiets, weet ik niet. Ja, als je een reading van mij wil, net als in de winkel, dat is dan 15 à 20 minuten voor jou persoonlijk. Met een vraag, zonder een vraag, kan allemaal. Of tussendoor nog een vraag. Zolang het 15 of 20 minuten is, dan als je Ananda gast, klant bent, dan kan je dat van tevoren aan mij laten weten. En dan ontvang je die reading voor de winkelprijs van €15. In plaats van mijn eigen tarief, wat €20 is of €25. Ik denk €20. Maar dat heb ik wel voor jullie over. Als je een korte reading wil, dan kan dat de komende tijd. Dus helaas niet in de winkel, maar wel via Skype, et cetera, online, met mij, voor €15. Ja, dan weet je dat alvast. Plus, ik geef deze altijd gratis weg, toch? Ik voel me niet zo lekker vandaag, maar ik wilde geen maand overslaan. Ik heb het hele jaar gedaan, oktober ook, november dus ook, en dan daarna nog eentje, december. Ik heb er volle vertrouwen in dat ik die ook film en post. En jullie dus een gratis kies- en kaartreading kan bieden. Oké. Hier zijn de kaarten. Kaart 1, 2 en 3. Dus zoals ik al zei, ontspan even. En kijk welke kaart jou aanspreekt. Welke kaart voor jou is op dit moment. Ja? Oké. Kaart 1 is de ridder van de stenen. De ridder van aarde, oftewel de ridder van pentakels, munten, schijven. En dat is het paard in dit specifieke deck. Ik vind het zo mooi, want het is een wild paard.
daarom bezit het ook zoveel vuur en is het nog wild. Hij is nog nooit aangeraakt door een mens in mijn idee, in mijn beleving. En met de elementen is dit vuur van aarde. Ja, dat zijn de ridders voor mij, die zie ik als vuur. Dus ja, als positief focuspunt, toch? Dus het is eigenlijk een intentie die je kan binnenhalen. Je mag wel deze maand ietsjes assertiever zijn. Ietsjes alerter ook op wat er allemaal om je heen gebeurt en wat je wil. Het gaat natuurlijk, hè, ik zie vuur toch vaak als een soort van wilskracht. Dat zit er heel veel in, als creativiteit en motivatie. Al die aspecten kan je gebruiken om belangrijke dingen, die belangrijke doelen voor op de lange termijn. Weet je wel, doelen die echt super waardevol zijn voor jou, om die te behalen, om die doelen te bereiken. Ik denk dat dat toch wel heel mooi is, dat je net ietsjes meer van je af mag bijten. Net ietsjes meer jezelf naar voren mag zetten, net ietsjes meer een stapje naar voren. Zo'n soort energie, zo'n soort instelling is het woord wat ik zocht. Is ook een bepaalde kennis die je kan gebruiken. Is ook een soort techniek die je kan gebruiken met hoe je jezelf naar buiten toe presenteert. Dus doe het in volle enthousiasme en in volle zelfverzekerdheid ook. En weet je, dit paard, dit wilde paard. Stel je voor dat je hier, wat is dit, in een hele grote open plek, langs het bos, langs de bosrand, zie je ineens die grote open vlakte. Dus dat je ineens zo'n wild paard ziet rennen. Ik denk dat je hart dan harder begint te kloppen. Ik denk dat je dan weet dat je iets meemaakt wat heel bijzonder is. En ik wil eigenlijk dat je bedenkt nu waar je zo enthousiast van wordt. Wat motiveert jou? Wat wil je? Waar word je echt? Waar krijg je energie van? En wat haal je voor de geest als ik jou vraag? Bedenk eens iets wat heel bijzonder is. Wat als je weet dat je het ziet, dat je dan echt iets speciaals meemaakt. Misschien wel alleen voor jouw ogen. Het is oké om een beetje stofwolken te maken, denk ik. Want dat paard rent ook niet zachtjes, stilletjes langs met zijn hoeven op de grond. Ik denk dat hij best wel veel lawaai maakt. Dat je eigenlijk ook door dit te zien een soort van super, weet je, ik denk dat dit een soort van heel mooi liefdemoment kan zijn als je dat in het echt zou zien. Maar tegelijkertijd ook dus een bepaalde spanning, want het is ook eng. Want je weet niet wat dat paard gaat doen. Je weet niet of die langs rent of op je afrent. Dat idee krijg ik erbij. Dus het moet wel iets spannends zijn. Spanning en tegelijkertijd iets wat ook heel erg goed voor je is op de lange termijn. Waar je wortels in de aarde kan doen verspreiden. Dat is hoe ik de elementen vandaag bij elkaar breng bij deze kaart. En ja, de ridder van de stenen, van de aarde. Ik zie deze niet per se als heel erg doelgericht. Maar wel als een soort van, weet je, in dat oog van het paard zie je een soort van begrip of zo voor elkaar. Misschien in de verte denk je nog dat dat paard jou iets zou kunnen aandoen. Wat jouw doel, wat je voor ogen hebt, misschien gevaarlijk voor je zou kunnen zijn of verkeerd zou kunnen aflopen. Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer je elkaar begrijpt, hoe meer je openstaat voor elkaars wereld en hoe meer er een soort van verstandshouding plaatsvindt van oké, er is begrip en wij begrijpen elkaar en er is respect voor elkaar. Want wij zijn niet buiten de natuur. Wij zijn deel van de natuur. Ik hoop dat je dat begrijpt en kan toepassen. Dat laatste deel wat ik allemaal zei. Aan jouw persoonlijke situatie deze maand. Dit was kaart 1. Als je kaart 2 hebt gekozen, heb jij de 8 pentakels, 8 aarden. Skill. Dat betekent, het woord, vaardigheid. Dit vind ik zo'n fijne kaart. Want het doet heel erg denken aan de Rider-Waite-Smith, 8 pentakels. He, iemand die hard aan het werk is met, ik zeg nooit herhaling. Het is altijd
perfectioneren. Elke keer maak je het een beetje anders. Elke keer maak je het een beetje beter. Om iets een beetje beter te maken, moet je het ook elke keer een beetje anders maken. Ja? Dus het gaat niet om herhaling. Het gaat echt om jezelf verbeteren en je vaardigheden naar het volgende level te tillen. Dat is kort gezegd waar deze kaart om gaat. Weet je, dit is dus weer element aarde, net als de eerste kaart. Alleen dan heb je in de hofkaarten, dat is wat de ridder was, heb je altijd twee elementen. Ridders zijn vuur en de stenen zijn aarde. En hier heb je weer de stenen, dus dat is aarde. Het gaat heel erg om de materiële wereld. Kan je ook wel goed zien in deze kaart, denk ik. Dus de materiële wereld is niet per se iets slechts of iets waar je schuldig om moet voelen als jij de materiële wereld belangrijk vindt. Ik vind het juist heel erg slim en realistisch als de materiële wereld wordt gezien, wordt meegenomen in, weet je, het spiritueel werk of wat dan ook. Gewoon op zoek naar geluk of het begrijpen dat het geluk in het hier en nu is. De materiële wereld is nou eenmaal het aardse vlak waar wij mensen ons in bevinden. Dus waarom zou dat niet belangrijk zijn? Materieel betekent niet alleen geld of werk. Maar dan nog, weet je, we hebben geld nodig. Dat is nou eenmaal hoe de wereld werkt. En ons werk is meestal iets wat we elke dag doen. Dus waarom zou dat niet iets zijn waar wij beter in willen worden? Gelukkig mee willen worden, van willen worden, geluk mee willen delen met anderen. Snap je wat ik bedoel? De 8 is zo'n perfect getal. En dit is een soort van heel fijn moment in het proces van het materiële verhaal van de tarot. Omdat je in de 8 geen enkele input nodig hebt van buitenaf. Het is alleen jij en jouw werk, jouw bezigheid, wat deze ook is. Hoeft niet per se te gaan over werk en geld of over carrière. Het kan ook gaan over, heel simpelweg gezegd en breed getrokken, maar iets wat heel erg belangrijk is voor je. Iets wat jou gegrond houdt in het hier en nu. Iets wat jou gelukkig maakt. Dus niet per se iets waar je rijk van wordt, maar waar je je rijk door voelt. En je ziet, het is ook mooi, want hij maakt ook verschillende dingen. Hij heeft afwisseling. En hij zit heel veilig in die grot. En het soort van eigen handafdruk ook hier, kan je ook symbolisch interpreteren als, dit is zijn persoonlijke werk. Dit is jouw persoonlijke werk. Weet je? Of je het nou doet voor iemand anders, of maakt voor iemand anders, of doet met of zonder creatieve vrijheid. Dat maakt niet uit. Het is nog steeds jouw werk. Zet er ook je stempel op. Als het niet echt kan, of als je het gevoel hebt dat dat niet echt kan, doe het dan op zijn minst in je hoofd. Van, weet je, gun jezelf ook een soort van, dit is wat ik doe. En dat mag ik belangrijk vinden. Dat mag ik mooi vinden. Daar mag ik van genieten. Het enige valkuil bij de 8 is toch meestal dat je een beetje vast gaat zitten in je eigen routine. Vooral bij deze kaart, ja. Routine past wel goed bij de materiële wereld ook. Daarom zei ik dat laatste van, geniet er ook van, in het moment zelf. Daarom hoort de boodschap er ook bij van, maakt niet uit voor wie het doet. Het geluk zit erin. En stop het erin, stop die liefde erin. Dus het gaat niet om herhaling. Het gaat om steeds een beetje anders. En verbeteren. Variatie. Binnenin de misschien routine. Hoop dat je daar iets mee kan deze maand. Dit was kaart 2 voor jou. Kaart 3. De 9 van de arrows. Wat is dat? Pijlen. 9 pijlen. Element lucht. Dus het komt overeen traditionele tarot met zwaarden. Dit is een interessante kaart. Ik vind de 9 altijd zo zelfstandige energie. Energie die overeenkomt met zelfstandig zijn, iets alleen doen. Dat houdt niet in dat je per se eenzaam bent of je alleen voelt.
of letterlijk iets alleen doet. En toen stopte mijn camera er even mee. Ik heb hem er even meteen een licht aan gedaan. Dan zien jullie deze kaart hopelijk ook een beetje beter. Dus waar ik was, voor jullie de laatste. 9 zwaarden, 9 pijlen. Het gaat vooral om een bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ook. Dat jou iets wordt opgelegd, dat je iets moet. Ook al ben je de enige die dat ene van jezelf verwacht, dan is het toch zo belangrijk genoeg dat er een bepaalde druk is. Ook al leg je die jezelf op, zeg maar. Nou, pijlen zijn zwaarden en dat is element lucht. En dan hebben we het over je communicatie, je analytische denkvermogen, alle zaken van het hoofd, je gedachten en dus ook je plannen, je geheugen, je herinneringen bedoel ik daarmee. Weet je, het patroon in je hoofd. En al die losse pijlen in de lucht om haar heen, kan je nog steeds een beetje terugtrekken naar de traditionele Rider-Waite-Smith, vooral 9 zwaarden. Waar die zwaarden in de muur hangen en de persoon met de handen voor de ogen 's nachts wakker ligt. Dit is iets zachter. Ik zie vooral een bepaalde contemplatie bij haar, dat ze diep aan het nadenken is. Misschien niet helemaal tevreden, maar dat is ook de 9, weet je wel? De heremiet lijkt ook niet echt tevreden per se. Hij is vooral verzonken in zijn eigen gedachten, afgezonderd van de buitenwereld, in zijn eigen hoofd. Daar gebeurt het. Dat is de belevenis, ja? En vooral hier gaat het om een soort van, oké, er is druk om iets te leren, denk ik. Om iets af te ronden. En de 9 is soms bitterzoet, want de 9 betekent die afronding van een proces. Een afronding van een idee, van een ideaal. Afronding van iets wat je flink heeft beziggehouden en nog steeds bezighoudt. In je hoofd vooral, van binnen. Probeer vooral in deze tijden lief tegen jezelf te praten in je hoofd. We hebben niks aan wreedheid. Ja? Dit zijn lessen die je moet meenemen. Die je het beste kan meenemen. Anders speelt het hele patroon zich opnieuw af. Ben je er nog steeds niet vanaf. Nu is het moment om iets wat toch wel een beetje zwaar weegt los te laten. En dat kan, zoals ik zei, bitterzoet zijn. Een beetje een grote opluchting zijn. Ja, dus lucht ook. Maakt vrij. Maakt plek om je heen. Dat je weer kan ademen. Een last van je schouders af. Een druk van je hoofd af. Maar ook dat je er misschien niet helemaal tevreden mee bent dat het nu klaar is. Dat het is afgelopen. Ik denk dat het afloopproces nu bezig is. Omdat, naar mijn idee, is zij aan het leren, leert zij zichzelf die pijl en boog te gebruiken, te schieten, recht op een doel af. Misschien mist ze wel steeds. Ik weet dat in de 10 zwaarden in dit dek, zie je een oudere man, een oude meester, een jonger kind pijl en boog leren schieten. En dus dit dek brengt het proces in ieder geval naar een beetje een andere plek. Het is niet een hard einde. Het is eerder, de oude man heeft kennis in zich, in zijn hoofd. Maar misschien werkt zijn lijf niet meer zo goed mee. Daarom is het tijd om die kennis door te geven aan dat jongere kind die wel nog het lijf mee heeft. Snap je hoe bitterzoet dat is? Want ze leren allebei van elkaar, ze hebben allebei eigenlijk nodig. Ze hebben allebei elkaar eigenlijk nodig. Ja, de ene heeft de ervaring, heeft weer het andere niet mee. En de andere heeft geen ervaring, maar de volle potentie nog. Dat is vaak zo in het leven. Ik weet dat het zo is als danser. Hoe ouder je wordt, hoe meer levenservaring je hebt. Maar ja, dat brengt natuurlijk ook mee hoe meer je dat hebt, hoe ouder je lijf ook is. En hoe minder je dus eigenlijk kan. Dit gaat om een piek die misschien geweest is voor het proces wat je in je hoofd had toen ik vertelde over deze kaart. Ja? Over iets wat te maken heeft met plannen, hoofd, gedachten.
Dit kan juist ook heel goed zijn voor je, dat je eindelijk misschien besluit om niet meer zo streng tegen jezelf te praten, bijvoorbeeld. Of streng tegen iemand anders. Streng te zijn over iemand anders. Dat heb je allemaal zelf in de hand. Daarom is het een 9. Het is tijd om een patroon te doorbreken. Oké, dat was de derde kaart. Dus, hier zijn de kaarten nogmaals. Kan je even snel bekijken. Kaart 1, de ridder van de aarde. Kaart 2, de 8 van de aarde. Stenen. En kaart 3, de 9 van lucht. Dat zijn pijlen. Dat was mijn brommende hondje. Ze heeft honger. Dit is de Wildwood Tarot. Ik vind het hele fijne kaarten. Als je dit deck koopt, de echte versie, niet de nep versie die ze verkopen op Wish of weet ik veel. De echte versie van nog iemand en Will Worthington is het artwork. Dan krijg je daar ook een groot boek bij van de Wildwood Tarot. En ik heb hem meerdere keren gelezen van begin tot eind als een gewoon roman. Als een gewone roman. Maar dat doe ik wel vaker met tarotboeken. Maar vooral dit boek vond ik eigenlijk heel fijn. Een nieuwe kijk op de kaarten. Ze volgen niet per se het traditionele tarotsysteem, maar eerder Wiel van het Jaar. En ik weet dat dat veel mensen aanspreekt ook. Omdat het je ziet geen enkele bijvoorbeeld christelijke symbolen. Het is allemaal natuurgeloof. Ja? Dus dat is fijn. Een beetje vegan. Juist. Oké, dit was de kies een kaart. Ik hoop een paar van jullie via deze video te zien door Skype, et cetera, voor een tarot reading. Zoals ik al zei, op dit moment zijn ze niet in de winkel en ik weet dat ik het ga missen. En ik mis het nu eigenlijk al. Ik heb een informatievideo gemaakt, die link ik hieronder, zodat je ook nog kan zien wat ik precies bedoel met de Skype readings en wat de opties allemaal zijn en wat ik daarvoor terugvraag. Dat zou ook heel fijn zijn, zodat meer mensen mijn video's kunnen zien. Vooral de Nederlandstalige eigenlijk, want ik weet dat er mensen zijn in Nederland die geïnteresseerd zijn in tarot. En ik weet dat er meer zijn, laat ik het zo zeggen. Dus voel je vrij ook om dit filmpje te delen, om elk filmpje eigenlijk wat ik post online openbaar te delen. En ik bedank jullie en heel veel succes deze maand, november. Ik weet, we gaan nog meer de kou in, nog meer het donker. Ik hoop dat deze positieve focuspunten jullie een stapje verder helpen en motiveren. Abonneer als je dit leuk vindt. Ik maak allerlei video's over tarot, et cetera. Alles wat ermee te maken heeft in het Nederlands en in het Engels. Tot de volgende keer.